Zoals je misschien al hebt gezien, ben ik soms met vloggen bezig. Maar de laatste tijd komt het er niet van. Hè. En dat komt omdat ik gewoon te lui ben om 's avonds nog alles te monteren. Zeker elke dag. Dat is echt gewoon. Maar daar is een heel goede uitvinding voor. Snapchat. Wat als ik nu gewoon mijn stories elke dag opsla en op YouTube upload? Dan heb ik toch een daily vlog. Dus dit is een eerste test om de Snapchat / YouTube... story, vlog, te beginnen. Hè. En in het begin zal het natuurlijk wel wat zoeken zijn, het juist evenwicht tussen niet te veel stories op Snapchat en net genoeg content voor YouTube. Maar dat gaan we wel samen uitzoeken, zeker. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik geen speciale dingetjes, video's meer ga maken met coole montage en zo. Nee. Komt er wel nog aan. Ja, is hier dus de vlog. En één keer per, ik weet niet hoeveel, komen er nog andere dingen op mijn YouTube-kanaal. Yes! Net rap even wat milkjes gecheckt en nu afgesproken met Dado op de carpool parking van Afflegam. Natuurlijk niet gewoon afgesproken met Dado hier op die parking om hier gewoon te zijn, hè. We gaan naar Sint-Truiden. Vandaag komen we in Sint-Truiden samen met Dado en ga je straks speechen op de kom-af dag, Mark. Kom, dinges. Super tof. Ik heb gehoord dat Mark Koeken hier ook gaat spreken. Sprekers, kom af. Starring Dado van Peter. I'm ready. Snapworthy Snappers. Imagery. Metasnap. Gemaakt als spreker, dus hij heeft zijn eigen loge gekregen. Great! Welke les heb je veel zo? Zelfs wetenschappelijk bewezen dat een verhaal is, dat vertelt als je gewoon zakelijke info. Op verschillende moderne manieren, klassieke manieren enzovoort. En als je zelfs wijnwerk kan doen, dan vult je een niche in die dan indirect mensen tot bij je wijn brengt. En ik denk dat al veel disproportionele content maken. En eigenlijk zou mijn advies zijn om 9 op de 10 keer op sociale media niet over je product te spreken. Eigenlijk is je product wel terechtgekomen, zowel de radio, televisie en de kranten. En eigenlijk was een simpele test. Wat als ik de eerste 100 dagen niet drink? Er zat geen organisatie, geen commercieel doel. Coffee break in Komaf. En wie kom ik hier tegen? My man, Anthony Stavoulos. Volg hem. Op dit moment zijn er niet zoveel heel veel belangrijke mensen. Voor mij een spannend moment, het is 5 jaar geleden dat ik dat nog gedaan heb. Ik werd vroeger door regelmatig gevraagd voor dat is 3 gebeurten tegen. Alweer vis en honden op zwaarden en ontstijgen. Kom op, zet erop. Het was echt een topdag met onder andere Dado van Betehem en Mark Koeken. En nu zijn we onderweg naar Afflegam. Thuis van Sint-Truiden, het was een ongelooflijk inspirerende dag. Vooral met Mark Koeken, die kwam spreken op het event. Echt, wat een spreker. Mind. De mentale mens is al sterk, nu nog de innerlijke mens. De dag zit er bijna op, nog één iets, naar de fitness. Zit erop voor vandaag. Ja, juist gedoucht, mijn dag zit erop. De eerste snapvlog dus ook. Laat zeker weten wat je ervan vond. In de comments of op Snapchat. Dus sowieso een nieuwe snapvlog. En vraag van de dag: zijn jij een ochtendmens of een avondmens? Ik een avondmens.